voorzitter van de Vereniging van Social Workers in Suriname, VSWS, Victor Jones, heeft social workers opgeroepen om zich te bundelen. Deze oproep deed hij gisteravond bij de afsluiting van de Social Workers Month in het auditorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Volgens Jones moet de bundeling resulteren in de bescherming van de werkers, maar ook de bescherming van het beroep. Naast de bescherming van het beroep dient de werker ook beschermd te worden. En hij of zij zal het moeten doen of zal zich moeten houden aan het beroepscode. Het omgaan met privacy en ethiek in het social work. Hoe geef je je grenzen aan? Hoe ga je om met de privacyvraagstukken? En hoe ga je om met de dagelijkse ethische dilemma's? De samenleving dreigt verdeeld te raken, waarbij er een belangrijke rol voor social workers is weggelegd, zegt de VSWS-voorzitter. Volgens hem moeten social workers op zoek gaan naar oplossingsmogelijkheden voor sociale problemen.